wanneer wij praten over incentives, hebt u gelijk. Waar u geen gelijk in hebt, het is niet Doekie die heeft beloofd, et cetera. Ik weet niet van waar het komt. Ja, ik zeg alleen wanneer de minister zegt, hij weet het niet, die van LVV, en die van Financiën, ja, ook niet weet, dan zeg ik, de persoon die het heeft beloofd moet komen uitleggen, ja, van waar. Ik zeg alleen, wanneer wij de boeren hebben beloofd, moeten wij het doen. Ja toch, terecht of niet terecht, je hebt beloofd en wij gaan het doen. En ik zie, na zoveel maanden er niets gebeuren, de boeren die wachten erop, ze hebben recht erop. En net als de mest en andere dingen die beloofd zijn, die niet zijn gekomen en wij het zijn gaan halen buiten hun om. Zo zal ik trachten nu. Ik heb al gesproken met de president. Ik heb met de VP gesproken. Ik heb met actoren bij LVV gesproken. Morgen praat ik met de minister van Financiën om te weten wat waar is en niet wat, wat niet waar is. En ik zal dan nu, omdat men vindt, ik ben parlementariër, ik moet het werk gaan doen, laat me mijn parlementswerk gaan doen en de smurrie van anderen gaan opruimen. Andere mensen die zaken hier creëren, ja, en die lading laten eigenlijk voor de parlementariërs, dan neem ik het op. Ik ben niet zo laag en laf om te zeggen, hamne Bolin, hamne Karwab. Ik ga het doen en ik ga praten en zien hoe ik vanuit mijn discipline en niveau, ja, zien te organiseren dat deze 130, ja, uitbetaald wordt. En al was het een cent of een miljoen, moet uitbetaald worden. En wanneer de klokkenluiders het niet kunnen, dan zal ik mijn schouders eronder zetten. Maar het gaat moeten komen omdat de boeren zich, ja, erop hadden voorbereid. En ik vind het niet goed dat het niet gebeurt. Maar ja, kan gebeuren in de wereld. Daarom doe ik mijn parlementswerk. Ja, en ik heb gezegd, ik heb wel een ruggengraat en een kleur. Het is ellende voor de omgeving, ellende voor mij. En nu word ik geconfronteerd door de pers, door de bevolking, door de boeren, ja, wat er gebeurt. En zo heb je telkens deze zaken. Ja, ook toen de prijs zo gunstig was, 80 SRD, is men dingen gaan zeggen en doen om het naar beneden te brengen. Toen had ik ook problemen. Heb ik samen met meneer Mangli getracht het probleem op te lossen. Hebben we opgelost. Ja, en nu horen we weer allerlei dingen. Maar ja, misschien ben ik er om problemen op te lossen die anderen veroorzaken. Maar ik vind het incorrect wanneer je 's avonds moest hoesten en 's middags al je mond openmaakt.